jullie zitten al voor het derde seizoen in The Sky is the Limit. Heeft Peter lang moeten aandringen? Gaan we daarop antwoorden, Marie-Jeanne? Wel, luister, ik had gevraagd aan Peter in de mate van het mogelijke dat hij toch een paar ondernemers, echte ondernemers, zou gevraagd hebben. En hij heeft dat gedaan ook, hè, meneer Krako en mevrouw De Niel. Dus wij voelen ons goed omdat we hier bij echte ondernemers zijn. Jan Kriekels ook, en trouwens, Jan is ook een echte ondernemer. En Jan Kriekels ook, hè? Dat is ook een ondernemer, hè? Dat is echt een ondernemer, hè? Hij is nog flamboyanter of ik, hè? Wat wil dat zeggen, eigenlijk? Ja. Vraag ik mij ook af. Alleen positief, natuurlijk, hè? Tuurlijk, tuurlijk. Nou, alleen ondernemers. Anders houden het straks recht over, ja, die politieke controle. Anders zouden we het niet zeggen, hè? Dus natuurlijk, positief, hè? En het doet me echt plezier dat we nu met meer echte ondernemers zijn. Dus nu gaat dat programma zou toch een meer opwaardering moeten krijgen. Naar waarden, economische dingen, naar spirit. Hè? Wat brengt de spirit in het ondernemer? Genoeg heeft hem. Hè? Die doet dat eigenlijk voor een goed doel. Hè? Die maatschappij moet draaien. Hè? Die mensen moeten leven, mijn kinderen moeten eten hebben. Hè? Daar gaat het om. Hè? En Willy, vond je dat dan de vorige seizoenen, dat er te weinig aan bod kwam? Of? Wel, luister, ze hadden mij gevraagd. Kijk, luister, wij gaan enkele ondernemers vragen. En ik dacht dat allemaal echte ondernemers waren. En er waren een paar bij die minder ondernemer waren. Dus, ja, hij hadden ze niks laten zien van mijn ondernemerschap. Nee. Ze hadden alleen maar de vrije tijd laten zien. Dan moet je meer tonen. Ja. Dan moet je 99% ben ik aan het ondernemen en 1% ben ik aan het spelen. Dat is 1% gepakt. Dan moet je meer tonen. We moeten naar buitenuit komen voor de upwaardering voor dit programma. Maar we hebben wel uw zwembad leren kennen. Iedereen in Vlaanderen weet hoe dat uw zwembad eruit ziet. Wat je weet is dat dat zwembad het meest ecologische zwembad is van Vlaanderen. Dat die eigenlijk dat water zuiver maakt met een 20.000 kilogram bacteriën in de grond. Dat ik alle energie uit de zon haal. Dat was voor mij de boodschap. Wel, ik ben blij dat dat bij deze is rechtgezet. Je hebt plezier te maken. Hoe zeg je? Wel, ik ben blij dat dat bij deze is rechtgezet. Een keer rechtgezet, ik vind, ja. Blij dat we je hebben. Jullie zijn natuurlijk ook enorm populair geworden sinds The Sky is the Limit. Hoe voelt dat? Wel ja, dus... Wij hebben, waarom we ook een derde maal meegedaan? Omdat ik ondervonden heb dat we een naambekendheid gecreëerd hebben zonder dat we het gewild hebben. Maar voor ons was dat zeer voordelig, want de adressen van de zwembaden zijn woom, zo naar omhoog gegaan. En de adressen van industriebouw zijn zeker 20-25% gestegen. Dus ja, moesten we op tv komen en die betaalde tv... Dan zou mij dat 1.500.000... Ja, dat is onbetaalbaar. Ik heb uitgerekend hoe lang dat ik werkelijk op tv gekomen ben. We hebben dat uitgerekend. En we kwamen aan de kostprijs, moesten we dat betalende zijn, aan 1.500.000 euro. Dus voor 1.500.000 euro kunnen we nog een keer flamboyant zijn. Hè, man? Daar mogen we wel lief voor zijn. Hè? Schok en donker eigenlijk.